het eerste hoofdstuk van het boek, dat begint met superveel actie. En het is ongelooflijk als je dat hoofdstuk hebt gelezen, dat je denkt, wauw, wat gaat hier gebeuren? Ja, ik vind het, het spreekt me gigantisch aan, omdat het leest als een tv-serie. Dus dat echte binge-watchen wat je wil doen, dat je nog één aflevering wil kijken, dat is hier met hoofdstukken. Je wil gewoon dat het doorgaat en dat zo snel mogelijk eigenlijk er doorheen. Ik lees heel veel thrillers, maar ik had dit einde in dit boek nooit verwacht. Het was zo spannend, het was zo anders dan ik dacht. Iedereen heeft ernaast geleden, ikzelf ook. Toen ik begon aan het boek, moest ik eigenlijk meteen denken aan boeken van Jo Nesbø. Omdat daar een beetje dezelfde spanning in zit. En vooral ook de emotie die in de boeken overeenkomt. Ik wacht eigenlijk op het moment dat het, de lappenpop totaal geïdentificeerd is. Het was de hele tijd een race tegen de klok om de moordenaar te vinden. En ineens blijkt alles anders te zijn.